Ik mocht iets vertellen vanuit ondernemersperspectief. Ik ben Tom, dat noemen ze voor mij sociaal ondernemer uit Groningen. Dat doe ik veel in Groningen. Voorheen deed ik dat zelf, maar ik mag me trots zeggen dat ik steeds vaker in Wijfhorn praat, want we hebben een heel tof studenten-start-up team die werkt aan een missie om Fitgaaf nog fitgaver te maken. Dus daarover later nog wat meer. Dan heb je denkt van waarom staat Koen daar nou met zijn letters bij, maar die maakt hele toffe filmpjes over hoe je gezond eten, drinken, bewegen dagelijks thuis leuk en makkelijk kunt maken. Next, please. Volgens mij was het ook de bedoeling, en dat vond ik juist ook wel erg leuk in gesprek met Floor, om het wat persoonlijk te maken. Ik ben heel erg fan, ik haal heel veel kracht uit de Start With Why visie. Wie kent die visie hier? Mag ik handen zien? Oké, ongeveer 50-50 denk ik. Dit gaat in de kern om uitleggen wie je bent door niet te vertellen wat je doet, maar waarom je het doet. Naar die kern te beginnen met je verhaal. En leuk dat het 50-50 zit, dan kan ik het mooi Fitgaaf als een soort invuloefeningetje pakken. Dus onze why, waarom is Fitgaaf, waarom ben ik Fitgaaf gestart, is dat wij gezond eten, gezonde leefstijl, gezond gewicht eigenlijk die strijd eerlijker willen maken. Dus eerlijk voor jong en oud, arm en rijk. Mag de volgende. En wij hebben een droom als team. Wij zouden het super gaaf vinden als kinderen eigenlijk op steeds jongere leeftijd gezondheidsvaardig zijn. Als ouders bewuster een dagelijkse gezonde leefstijl gaan faciliteren, dus de gezonde keuzes aantrekkelijk maken, maar ook in huis halen. En in lijn met inderdaad healthy aging, gedachtegoed, blue zones, dat dagelijks gezond eten, drinken en bewegen uiteindelijk onbewust eigenlijk als het vanzelf gaat. Dus we zitten heel erg in van bewust ongezond naar bewust gezond, uiteindelijk onbewust gezond. Nou, hoe doen we dat? Dat is de schilder omheen. Ik heb het al een beetje verklapt, maar wij proberen in alles wat we doen, proberen wij eten, of gezond eten, drinken en bewegen, leuk te maken. Want als iets leuk is, dan wordt het aantrekkelijk en makkelijk. En misschien weet je het zelf, als iets makkelijk en leuk gaat, dan gaat het soms haast vanzelf uiteindelijk. Mag ik naar het volgende? Nou, hoe doen we dat? Ik heb het al even gezegd, gezond is leuk, leuk is makkelijk. Wij zitten in alles wat we doen, we willen laten zien dat het makkelijker kan dan mensen wellicht denken. We willen dat positief benaderen en ook laten zien dat het gezond eten, drinken, bewegen ook betaalbaar kan zijn. Wij doen dat, er valt iets weg, maar door te spelen met dat gedragsverandering, beloning, dat is een vorm van extrinsieke motivatie. We werken veel met stickersysteempjes, lekker old school. Maar uiteindelijk willen we intrinsieke motivatie bereiken om dagelijks gezond te leven. En we zitten heel erg in op structuur en het inslijten van gezond gedrag. Gaan we naar het wat. De wat is eigenlijk pas de schil omheen, dus wat doen we? Verschillende dingen. De kern is eigenlijk een hele ouderwetse kalender met oldschool stickertjes. Kinderen en ouders plakken stickertjes voor elke keer als ze gezond hebben gegeten, gedronken, bewogen. Echt de basisdingen in een dag. Ontbijten, fruit, groente, water drinken. Hele concrete, simpele dingen die ze op de dag kunnen doen. Ja. Dat doen we met een offline concept, maar we doen ook steeds meer online dingen daaromheen. Zo maken we, als je op de volgende keer, natuurlijk allemaal animaties erin gedaan. Via Koense filmpjes, die heeft een super toffe vlogserie gemaakt vanuit zijn studie voeding en diëtiek van Hans Hogeschool. En is niet zozeer heel keihard de diepte ingegaan wat betreft calorieën of eiwitten of wat dan ook. Maar eerst maar eens de basis gepakt, rond elk stickertje filmpjes gemaakt. Hoe kun je dat thuis nou super simpel en eigenlijk vandaag meteen oppakken. Ze staan inmiddels online, hebben die ook verpakt in een gratis online cursus van 21 dagen. Dus dat heeft Koen aan de wereld gegeven. Onze droom is uiteindelijk om ook een app te bouwen rondom die kalender. Omdat we dan verschillende dingen kunnen doen. We kunnen dan meer personaliseren, maar we kunnen ook via leuke minigames nog meer die motivatie proberen te triggeren. En ook op een speelse manier een inzichtje geven in wat de consequenties van gezonde keuzes vandaag op je latere leeftijd kunnen zijn. Dus minigames die meteen relateren aan jouw gedrag van die week. Als er vragen zijn trouwens, stel ze gerust. Daar gaan we. Ik liep dat muziek in de oren allemaal. Oh, dat vind ik fijn. Een van mijn uitdagingen als ondernemer is om een beetje focus te houden. Dus ik was wel heel blij dat Floor mij eigenlijk hele concrete vragen had gesteld op de mail, dus die heb ik nog mooi aangehouden. Mocht ik wel wat afdwalen, dan heb ik dezelfde uitnodiging als Marijn. Stop me vooral, hou me tegen. Maar er zijn vier vragen die probeer ik eigenlijk weer te passen in die Start With Why. Zit. Dus
waar ben ik tegenaan gelopen in mijn avontuur als ondernemer? En dat is een lopend verhaal, want ik ben er nog lang niet. Hoe weten we de doelgroep te bereiken? Wat had ik vooraf echt willen weten als iemand, of als ik vandaag terug had kunnen gaan en mezelf had kunnen vertellen van hoe, pas op, daar ga ik op in. En iets over verdienmodel. Ja. Nou, eerst maar eens, ik ga hier maar eens van buiten naar binnen. Dus de wat hebben jullie net al een beetje gehoord van mij, wat Fit Gaaf doet. En hier valt ook wel, als je op de volgende klikt, die vraag over dat verdienmodel. Dan hebben we die ook maar meteen mooi gehad, denk ik. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, als je ondernemer bent in gezondheid. Ik vind dit een moeilijk stuk. Ik zit vooral met Fit Gaaf. Wij zitten op dat primaire en secundaire preventie. Dat is heel erg aan de voorkant. Dus hoe maak je dan aan zowel doelgroep als investeerders bijvoorbeeld duidelijk dat een gezondere bevolking later ergens, heel abstract, nu al waarde heeft? Dat is waar ik een uitdaging in zie. Hoe krijg je dat tot een verdienmodel waarbij je als kleine ondernemer ook gewoon kunt overleven en een financieel duurzaam bedrijfje kan neerzetten? Nou, wij hebben eigenlijk kracht daar ook in eenvoud. Die kalender en stickers verkopen wij via een webshop. Aan particulieren, maar ook aan zorgverleners, diëtisten, kinderfysiotherapeuten. Ook vanuit gedachtegoed van, nou, wij hebben dit als hulpmiddel bedacht, maar geven vooral je eigen draai aan. Dat loopt een klein beetje. Wat we vooral doen is basisschoolprojecten. Dus wij gaan naar basisscholen en bieden daar de kalenders en stickers aan, verpakt in een kick-off. Dialoog met de kinderen en met de ouders. Gaan die kinderen en ouders 4 weken thuis aan de gang. En na 4 weken komen we ook weer op school. Dus daar zit ook wat verdienmodel in die coaching daaromheen. We gaan naar de volgende. De how. En dat is dus mijn persoonlijke stukje waarom, of hoe doe ik wat ik doe. En daar hoort die vraag ook bij hoe de doelgroep te weten te bereiken. Nou, eigenlijk ik denk hier zelf ook steeds meer over na. Dat helpt heel goed om jezelf wat meer te leren kennen. Daar is ondernemen sowieso wel goed voor. Ik weet niet hoe uw ervaring daarmee is. Na 7 jaar alles overboord. En, je leert jezelf erg goed kennen, want je bent kwetsbaar. Je leert in een hele steile leercurve. En je leert dus ook zeggen, waarom doe ik dingen en hoe doe ik dingen? En ik doe dat vooral door mijn dwarsheid wat te gebruiken. Daar loop ik ook vaak genoeg dat ik daar mijn neus mee speelt. Maar ik zie kansen waar anders wellicht niet zien. Ik zie ook kansen in dwarsverbindingen. Dus daar probeer ik altijd een linkje te leggen. In mijn geval ook tussen oud en nieuw. Dus ik heb een achtergrond in strategie en innovatie, bedrijfskunde. Het is heel erg interessant hoe die innovaties gaan op technologisch gebied, et cetera. Maar het gaat allemaal wel een beetje te snel allemaal, vind ik. Want heel veel groepen blijven daarbij achter. Dus ik wil juist daar een stukje in onthaasten en kijken wat is nou het goede uit het oude. Nou, hoe lang bestaan stickertjes al? Wat kunnen we daar aan nieuwe dingen bij zetten? Dus dat is in alles wat ik doe mijn graadmeter. Hoe kan ik oud en nieuw verbinden, zodat het voor iedereen ja, bereikbaar en gebruikbaar is. Mag ik even zo'n vraag? Ja. Ik heb zelf inderdaad gestudeerd en ik vraag me altijd inderdaad, wat is je doelgroep? En ik kan me voorstellen, je doelgroep is uiteindelijk kinderen, de jeugd, ja. Maar dat zijn niet degenen die in een webshop jouw product aanschaffen. Dus klopt. Hoe maak je die schakeling naar zeg maar, je echte doelgroep, oftewel de ouders of dat is een hele goede vraag. Ik was in een soort lange aanloop verzeld geraakt om daar te komen. Maar de doelgroep is inderdaad een hele belangrijke kern. Dat volgens mij zowel in de gezondheidszorg als in preventie. De einddoelgroep, in dit geval kind en ouder, lang niet altijd degene zijn die ook betalen ervoor. Ja. Dus je moet daar ook altijd nog partijen tussen weten te bereiken. Het mooie is, als je die why en die how vrij scherp stelt voor jezelf, dan kom je ook mensen tegen die dat delen. Misschien niet rechtstreeks zo. Maar daar zoek je dan de verbinding mee. Wij werken heel veel samen met buurtsportcoaches, bijvoorbeeld van Huis voor de Sport Groningen. En daar zijn heel veel jongens en meisjes in ALO opgeleid. Supergoed in bewegen, bewegen, bewegen. En sommigen houden dat ook echt als hun domeintje. Ja, bewegen, dat is alles. Sommigen die denken in die brede zin in gezond eten, drinken en bewegen. En als je daar iemand vindt die aansluit bij jouw visie, dan kan dat hele mooie dingen opleveren. En dat helpt ook weer om die doelgroep te bereiken. Tegelijkertijd, bijvoorbeeld door die filmpjes die wij gratis aanbieden, willen we ook gewoon kinderen en ouders thuis bereiken en tips geven zonder dat ze iets voor hoeven te betalen. En dat kan ook weer terugwerken op, hey, kunnen we dat niet op school doen? Dus daar komt dan eigenlijk altijd wel iets voor terug. Of dat genoeg teruggeeft, dat is weer de vraag, maar zoiets. Ja, dat is wel een
En bijvoorbeeld de zorgverzekeraar en de kruidenier die gezonde voeding verkoopt. Zijn dat voor jou... Ik heb in de begindagen van FitGave heb ik een financiële steun vanuit VGZ ontvangen. Zo weer 5 jaar geleden. Die hadden een heel innovatieteam. Die waren laaiend enthousiast. En toen we samen moesten, na de pilot moesten overleggen over een doorstap daarin. Toen zat marketing eraan. En ik zou dat nooit vergeten. Het was echt fysiek zichtbaar dat het team innovatie zat op een gegeven moment gewoon voor mij te praten. Van, we moeten hier iets mee. Marketing zat achterover geleund. Van, ja, het is allemaal leuk, preventie, maar achter de schermen is het een hoofdpijndossier. En gevoelsmatig is het heel langzaam wel wat aan het veranderen, maar ik hoor dat nog steeds vaak genoeg, dat het intern heel moeilijk te verkopen is. Maar dat zie je al, dat niet, eigenlijk zouden alle scholen in de basis, alle klassen, het zou normaal onderdeel moeten zijn van het curriculum. Heel onze vaardigheden, maar ook je bewustzijn van je gezondheid, waarom is bewegen belangrijk. En dat zit niet standaard in het onderwijs. Ze zien het vaak nog als een extraatje, dat merken wij in de jogaanpak ook. Ja. En het binnen jog zou jij natuurlijk heel mooie aanvulling, gaan we ook naar kijken, hebben gezegd. Om te kijken hoe je dat kunt inzetten. Maar het moet vooral komen bij opvang, bij onderwijs. Nou, nu gaan we extra misschien collectieve voorzieningen hebben voor mensen die problemen hebben met overgewicht en kinderen en die ouders. Daar kan je het ook heel goed in gebruiken. Maar eigenlijk moet het niet in een plus, maar het moet eigenlijk naar mijn gevoel dit soort bewustwording en zelfreflectie. Ja, zou eigenlijk in de eindtermen mee moeten en je eens met de inspectie gaan praten. Dat moet eigenlijk een onderdeel zijn van het curriculum. Daar ben ik helemaal eens. En dan gaan wij onbewust haast mee in wat ze aan het doen. En dan wordt het net zo onbewust vanzelfsprekend als rekenen en taal. Ja, maar ik vind altijd zo. Ik weet bijvoorbeeld dat Univee is heel lang bezig geweest met hoe gaan we soepel de schade vergoeden en zijn we daarin klantvriendelijk. En we gaan nu helemaal naar hoe kunnen we überhaupt voorkomen dat er schade aan een auto of een huis komt. Hoe betere verlichting, hoe zelfsturende auto's. Dus die gaan die hele preventieve kant op. Dat is een al die 5000 jaar geleden. Ja, eigenlijk wil je dan natuurlijk ook met een netjes en een riffel. Nou, en Univees is er echt wel een streepje voor, inderdaad, ook weer vanuit hun nieuwe uitdaging om zichzelf uit te vinden. Dus dat is ook het gave wel. Misschien juist wel is er daarom ruimte. Maar met hun heb ik ook gesprekken. En ook een van de zakenmensen van Univee heeft die FitGave-club thuis door zijn vrouw laten uitproberen. En die had daar weer een blog over geschreven, dus dat is heel leuk hoe dat soort kleine dingen Maar er zijn misschien nog wel andere partijen, want kennen jullie begrip Shared Savings? Ja. Vanuit de helftbond. Om nou in je eentje te verzorgen dat Univee jouw programma betaalt, dat is misschien lastig. Ja. Want dan worden die marketinglui die gaan niet mee. Maar op het moment dat je dus, waar het bespaard wordt, in die end, dat zijn de zorgkosten. Ja. En voor de kindertjes misschien niet, maar als die ouders mee gaan doen. En er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden, ook hier in het noorden, van die shared savings projecten, waar dan heb je de eerste lijst gezondheidszorg erbij nodig. Dus dan moet je grotere allianties sluiten. Ja. En dan zijn ze wel bereid om over de brug te komen. En hoe noem je dat? Shared savings. Dat op zijn Engels, gedeelde besparingen. En dat komt aan het probleem natuurlijk, wat jij schetste, degene die er in eerste instantie voor betaalt, is niet degene waar de besparingen op terechtkomen. Dus als je, die projecten hebben dan de vorm van een soort lump sum, want verzekeraars, betalen aan een consortium van mensen in de zorg en mensen daaromheen. En soms zitten de gemeentes daar ook in. En die zeggen, oké, in dit gebied gaan wij met elkaar met preventie aan de slag. En we denken dat kosten bespaart. En daar wordt één systeem van gemaakt. En dat gebeurt op pilotbasis. En in Coevorden hebben ze zo'n project. In ieder geval, weet ik. Daar zijn ze. Oh ja. Dat begrijp ik goed. Dat stel nou dat wij bij de Gangsondernemers Challenge een groep ondernemers bij elkaar krijgen die dat zou willen indienen, dat zij in samenwerking daarin stappen kunnen ondernemen? Of is dat Nee, weet je, de besparingen van preventie, dat zijn de besparingen op zorgkosten. Ja. Dus dan heb je zorgverleners nodig in een consortium, want dat is het gebied waar dan bespaard wordt. Dus als je als preventieondernemers, met heel veel preventieondernemers bent, ja, dan kost je toch alleen maar geld. Ja. Dan zit je, dus heb je in je consortium heb je en de investeringskant nodig,
de ondernemer die iets goeds heeft wat betaald moet worden. En de zorginstellingen, zorgverleners, waar minder kosten worden gemaakt. Ja. Dus het is nog best ingewikkeld. Ja. Maar die zijn ook die. Nou ja, ik vind voor Sjerd Zeven bijvoorbeeld dat sound walking is bijna een iets gemakkelijker. Omdat je dat niet ergens anders kunt doen. Die mensen worden bijeengebracht hier. Maar eigenlijk vind ik dat er hier nog een fundamentele discussie onder zit. En dat is hoe kijken we naar ons onderwijs? Hoe kijken we naar wat daarin nodig is? En er zijn ook kosten verbonden aan alle andere leer- en lesmaterialen die er zijn. Voor aardrijkskunde, geschiedenis, noem het allemaal op. Heel in het basisonderwijs. En ik vind het echt een basisonderwijsgerichte aanpak die je doet. Die heel erg bazaal is, die voor elk kind, ook die al best wel gezonde keuzes maakt, toch iets biedt aan zelfreflectie. En die discussie, die proberen we heel erg vanuit gemeente samen met onderwijsbestuurders ook te voeren. Van ja, het is best wel bijzonder dat er maar 20 uur in de PABO aan gezondheid worden besteed. Want je moet eens kijken wat een voorbeeldfunctie je hebt en hoe belangrijk dat is. Dus ik denk dat daar, het zou mooi zijn, probeer het vooral als jij daar op die manier een investering van kan krijgen. Maar ik vind het als maatschappij fundamenteel ook moeten kijken naar het onderwijs. Wat stoppen we daarin? Maar ik denk dat daar de fundamentele uitdaging is om het gelangzaam vol te kunnen houden, ook als zelfstandig ondernemer daarin. Ja. Dus daar moet je ook kijken naar wat er nu gewoon aan geld en daarmee brood op de plank kan komen. Zo flauw is het ook. En wat eigenlijk hier ook wel een mooi bruggetje in is, is dat het. En ook een beetje wat Gerja als conclusie is, dat het heel ingewikkeld is. Want ook als je zo'n shared service aanvraag doet, het moet eigenlijk tussen alle hokjes door fietsen. En dan vind ik dat persoonlijk weer heel moeilijk om te doen. Ik zie de rijkheid, hè, en er wordt hier ook veel holistisch gekeken. Je kunt het een niet zonder het ander kijken. Maar vaak gaan die aanvragen, om het ook beheersbaar te maken, gaat allemaal rondom hokjes. En dat gaat in ons geval soms echt gewoon over, ja, bewegen doen we al van alles. Ja, en zeg, ja, maar dit gaat ook over eten. En denk ik, ja, maar we doen al. Dat is lastig. Maar je hebt het omgekeerde bewijslast. Ik ben ooit begonnen als preventiewerker bij een RIA. 100 jaar geleden. Dat zag het uit, hè? Zonder leefstijl. Maar toen moest je al bewijzen dat jij het toe deed en voorkomen kon dat. Terwijl ik denk van ja, die hele zorg, dat hele tertiaire preventie gebeuren. Die bewijslast ligt zo ingewikkeld. En waarom niet eens andersom denken? Van oké, we gaan eerst uit van preventie. En pas dan komt stap 2 en stap 3. Ik denk dat daar zorgverzekeringen heel veel problemen. Ja. Zorgverzekeringen die hebben daar veel problemen mee. Ja. Ik geef yogalessen, ik zorg ervoor dat mensen ontspannen kunnen leven. En ik denk dat ontspannen leven heel belangrijk is om gewoon al die problemen die we hier proberen op te lossen. Dat ik bij die fysiotherapiepraktijk werkte en ik noemde mijn lessen fysio-fit lessen, dan wordt het vergoed door de verzekering. Terwijl als ik een yogales geef, werd het niet vergoed door de verzekering. En ik doe precies hetzelfde. Mm-hmm. En ik denk dat daar een heel groot probleem zit. Mm-hmm. En dat is dus gewoon weer het geld. Ja, dat is de zorgverzekering. Er is nog wel een probleem met die zorgverzekeraars. Voordat we dit nu ver uitleggen, moet ik ben nog even niet meer. Ik vind het persoonlijk niet erg. De normaltijd wordt korter, maar op zich is het niet. Laat zeggen, jullie kennen misschien ook het programma wel van Voeding Leeft, keer diabetes om. Dat was, ik was op een brainstorm-sessie met die mensen en ook met zorgverzekeraars. En die zijn natuurlijk ook heel erg in discussie, want dit werkt gewoon, althans voor een bepaalde tijdsduur. En dan zegt iemand van die zorgverzekeraars, die zegt, ja, dat zou we wel kunnen gaan vergoeden, maar dan komen al die diabetes bij ons en dan gaan we failliet. Ja. Dus dat is, laat ik zeggen, er zit een heel ingewikkeld krachtenveld omheen van het op. Dus, de oplossing daarvoor is dan natuurlijk dat je meerdere ziektekostenverzekeraars, et cetera, et cetera. Maar het is reëel heel ingewikkeld. En zo'n ondernemer naar burger, zonder dat je iemand nodig hebt, dat wordt bijna heel aantrekkelijk dan. Dat wordt bijna wel? Dat wordt dan heel aantrekkelijk, die 5 euro bij jou die ze gewoon betalen. En dat ze de volgende keer gewoon weer komen omdat ze het leuk vonden. Ja, en ik had ook geen zin meer in die zorgverzekeraars. Ik ben helemaal blauw. Ja. Maar goed, als je gewoon zo'n beetje wel zorgen, hè, dat je denkt van, mijn nieuwe had voor mijn fietsclub,
Ja. Ook al in de pot en dan gingen ze s'avonds ook nog s'avonds ook nog even iets lekker schrijven. Ja. En dat is zonde. Ik denk van, ik vind dingen ook gewoon als leuke, actieve burgers en burgerinnen doen, zonder dat iemand zich erop aan de hele moeite. Daar heb je het communitygevoel uit. De blauwe zoons die... Ja, wordt gewoon van de bottom-up dingen. Nou, daar, ik denk dat daar ook een haakje op jouw opmerking eerder, dat daar ook, ik dacht dat jij het was, hoor. Van ja, is er nog hoop, is het dweilende kraan ook, maar juist, maar ik denk juist dit soort initiatieven, en daar is ook een kans dat je met de social media van tegenwoordig, dat snel ook geluid maakt. Dus we moeten het vooral ook wel blijven proberen, en dat doen wij ook. En er zit ook een soort psychologie in, als mensen er zelf voor betalen, hè, want dan zijn ze ook committed. Dus dat is ook zoeken naar een balans daarin. Mag ik nog even reclame voor jou maken? Want dat is, wat ik heb laten zien met die wetenschapsagenda's. Hè, wat dus nu niet lukt met de preventie, is gewoon de moeilijke groepen bereiken. En dan gaat het dus over volwassenen en zo, laag opgeleid. En via de kinderen die enthousiast meedoen op school, betrek je die ouders erbij. Ja. En jou lukt het dus wel. Dus jij kunt iets wat die knappe koppen van de wetenschapsagenda niet kunnen. Dus dat is bijzonder. En ik denk ook dat op de een of andere manier zit daar ook wel een verdienmodel in. Ja. Althans, in een aanloopfase waarin je laat zien dat dit een strategie is. Want nogmaals, niemand weet hoe die dit moet doen. En jij kunt het wel. Dus dat is echt heel bijzonder. Ja. Ja, dat is wel een goede impact. Inderdaad, en wij doen bijvoorbeeld ook samen natuurlijk duurzaamheidseducatie en ook ZZP's trouwens, koken uit de moestuin. De kinderen, we hebben bijna alle kinderen gewoon in gaande naar de moestuin, die werken daarmee. En verdrietig, we merkten dat heel veel groenten gewoon rechtstreeks de prullenbak inging. Omdat mensen inderdaad niet meer weten hoe ze het klaar moeten maken. Dus die wortels die waren vies, dus die gooien weg. En als je gewend bent om het allemaal zo netjes in de supermarkt te krijgen, dus we hebben daar weer typisch gemeente, gaan er weer een plekje op verzinnen. Maar best wel heel nuttig en leuk, want die kinderen die ontdekten dat je dat ook gewoon schoon kan maken, dat er een heel mooi oranje worteltje onderweg komt. En waren ook wel trots op hun. Ja, het is gewoon eigenlijk heel erg, want wij zijn met elkaar ook hoog opgeleid hier. Hè? En je kunt het je bijna niet voorstellen, maar die hele route vanaf de schooltuin, die lag gewoon bezaaid met weggegooide groenten. En dat is dan heel belangrijk dat kinderen ervaren van, goh, maar dat is eigenlijk heel leuk en mooi. En als je drie keer was, wordt het toch wel schoon. En we hebben het wel helemaal zelf opgekweekt. En dat ze dan uiteindelijk hun ouders gaan corrigeren. En zeggen, ik wil ook eens wat vaker verse dingen. En dat kan ik zelf en ik mag het snijden. En, en dat ouders ook uitgenodigd worden om dat op te eten op school. Maar het is super bewerkelijk. En het kost dus eigenlijk, als je het in tijd uitrekent, het kost veel te veel geld. Maar ik denk wel dat dit dingen zijn die kinderen 10 jaar later nog wisten dat ze het ooit op school gedaan hebben. Ja. Van de meeste weten het gewoon niet meer. En weet je, een preventieprogramma die niet werkt, kost er ook heel veel geld. Ja. Klopt. En je wordt wel heel blij van deze project. Dus je ziet hoe de kinderen stralen en daarmee bezig zijn. Dat is gewoon fantastisch. Pak het toe. Ja, als jij hem door... Ik vind het juist leuk. Dit was ook bedoeld, toch? Ja. Daar heb je een discussie op leven. Volgens mij ben ik terug bij de why. Daar kan ik ook wel mooi gaan afsluiten. En misschien een discussie doorzetten. Ik haal dus, ik weet, hoeveel ondernemers zitten hier? Tof, mooi. Nou, wie weet, hebben jullie er wat aan? Maar ik heb in ieder geval veel lessen voor mezelf gehaald uit überhaupt al dat Start With Why verhaal. Het leert je heel erg nadenken, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Nou, wat ik ook zei, het helpt ook heel erg als je die boodschap scherp hebt. Ik kan het niet goed helemaal verklaren, maar dan kom je ook in contact met andere mensen die zo denken. Dat is ook, laat dat toeval ook voor je spelen. Ik ken mevrouw Navis Gerjan ook inmiddels, bijvoorbeeld via die route, Marjolein ook. Maar ook de mensen vanuit de Universiteit Groningen, Koen vanuit Voeding en Diëtiek. Die doen ook allemaal een afstuderen rondom fitgaven, omdat ze daarin geloven. En zo zit er ook alweer een mooie kant aan het ondernemerschap en dat je... echt vooral in de beginfase heel weinig verdiend. Het is echt onder minimumgrens een beetje, maar je wordt er wel creatief van. En daardoor zie je ook dat de waarde van geld niet altijd alleen geld is, maar dat je zo creatief wordt en zulke mensen zien ook weer waarde in zoiets aanhaken. Dus dank voor jullie aandacht.